Zondag 11 oktober, internationale dag van het meisje. En alles is nog stil in Antwerpen. Alleen op het eilandje is het een en al bedrijvigheid. De verzamelde pers maakt zich klaar en we zien ook heel wat planouders. Want Plan België gaat vandaag samen met ambassadeur Koen Wouters het startschot geven voor de campagne Stop kindhuwelijken. 27 kleine bruidjes. Dat is exact het aantal meisjes dat elke minuut gedwongen wordt te trouwen. Ook Zita Wouters, de dochter van Koen, wordt het slachtoffer van een kindhuwelijk. Zita Wouters, neem jij deze man tot je wettige echtgenoot? Dit thema kindhuwelijken vind ik zo erg en belangrijk. Het thema zelf heeft eigenlijk de inspiratie gegeven. Ik heb daar een dochter rondlopen thuis van nog net geen 11. Dus ik dacht, dat is de beste manier om iedereen bewust te maken van de problematiek, is mijn eigen dochter uithuwelijken. Dus ik heb dat gevraagd aan mijn vrouw, die vond het goed. Dan hebben we Zita daarover aangesproken en die heeft wel zoiets van, ja, als ik daarmee misschien meisjes van mijn leeftijd kan helpen, ergens anders, ja, dan wil ik dat wel graag doen. Dus zo is dat gebeurd. Elke minuut trouwen er 27 minderjarige meisjes. Stop kindhuwelijken, samen met Plan België. De nieuwe campagnespot heeft een boodschap die duidelijk niemand onberoerd laat. Ja, ik vond het een hele krachtige spot eigenlijk. Ik ben zelf ook een mama van een dochter van die volgende week 9 wordt. En gewoon het idee dat ik mijn eigen kind zou moeten uithuwelijken, bijvoorbeeld door armoede, dat is ja, gewoon ondenkbaar. Dus ik vind het een heel krachtig signaal voor de mensen ook van kijk eens, hier moeten we echt iets aan doen. Ik vind het heel erg erg dat ze op zo'n jonge leeftijd al moeten trouwen. En in plaats dat wij naar school kunnen gaan, kunnen ons uitleven, kunnen dansen en zo. En dat zij gewoon moeten trouwen als ze al zo jong zijn. Niet alleen het grote publiek, ook de Belgische politiek moet en kan iets doen. Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft alvast goede voornemens. Dus we zetten in op verschillende kanalen. De bilaterale samenwerking gaat dus met de landen zelf, dus op regeringsvlak, op gouvernementeel vlak. En daar zetten we vooral in op onderwijs voor meisjes, om ervoor te zorgen dat veel meer meisjes naar school kunnen gaan en ook in school blijven. Partners zoals Plan zijn daarin heel belangrijk om vanuit bottom-up, om zo de wetgeving proberen aan te passen. Plan zet dus politieke druk in België. Maar ook in het zuiden worden autoriteiten betrokken om succes te boeken. We have brought down the percentage of child marriages. Plan overtuigde deze chief uit Zambia om in zijn regio te strijden tegen kindhuwelijken. Chief Kalasa Lukangaba is een voorvechter van onderwijs voor meisjes. Hij is een belangrijk voorbeeld voor andere machthebbers in Zambia, waar kindhuwelijken nog heel vaak voorkomen. When you educate a girl, you educate the whole world. It's important that the child marriage does not go ahead, because we need development in our countries. If a girl child finishes school, she start working. If she start works, then we have a development in our area, government. Plan overtuigt dus lokale en nationale leiders. Maar wat met de jongeren zelf? Krijgen de meisjes ook een stem? Die meisjes krijgen ook een stem. In de dorpen brengen we hen samen met hun ouders, hun familieleden, de dorpsoversten, de chefs, om te praten over de problemen van meisjes en over hoe ze samen die problemen kunnen oplossen. Dus hun stem wordt daar gehoord, daar wordt naar geluisterd. En samen met de jongens, die natuurlijk een belangrijke rol spelen, zoeken ze naar oplossingen. En dan heeft Koen nog een verrassende actie in petto. Wake up for girls. Via een zogenaamde bedfee, een selfie die hij op bed maakt, maakt hij duidelijk dat hij kindhuwelijken de wereld uit wil. 3, 2, 1, 0. Bij deze is iedereen dus uitgenodigd om een bedfee te posten. Maar wat als de mensen nog iets meer willen doen? Er zijn heel veel mogelijkheden en we hebben jouw steun heel hard nodig. Dus surf eens naar planbelgie.be en ontdek daar wat je allemaal kan doen. Eén speciale tip toch wel voor deze campagne is de bedfee. Maak jouw foto, post die op Facebook, nomineer 3 vrienden. Laat ons jouw resultaat zien en vergeet zeker niet de hashtag #WakeUpForGirls. Word wakker, stop kindhuwelijken, samen met Plan België.